De tweede periode van dit eindexamenonderwerp loopt van 1918 tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. En we hebben voor deze periode al gekeken naar de ontwikkeling van de Amerikaanse economie en ook naar de strijd rondom de zwarte burgerrechten. En nu zullen we gaan kijken naar het Amerikaanse buitenlandse beleid in deze periode. En dat doen we in twee verschillende video's. De eerste video die loopt zo ongeveer tot ergens halverwege de jaren 30. Dan wordt de Amerikaanse politiek vooral weer gekenmerkt door dat isolationisme. Amerika probeert zich zo weinig mogelijk te bemoeien met de rest van de wereld. Maar dat was aan het einde van de Eerste Wereldoorlog niet zo. Die democratische president Woodrow Wilson was toen aan de macht, dat hadden we al gezien. De Amerikanen hadden zich heel lang buiten die Eerste Wereldoorlog gehouden, maar toen de Duitsers de onbeperkte duikbotenoorlog aankondigden en toen dat Zimmerman-telegram werd onderschept, ja, toen vond Wilson dat de Amerikanen mee moesten gaan doen. To make the world safe for democracy. Nou, de Amerikanen gaan meevechten in 1917 en de strijd wordt een jaar later beslist en dan moeten er vredesbesprekingen komen. En dan blijft die zin die daar staat, to make the world safe for democracy, het uitgangspunt voor Woodrow Wilson. Hij komt met een zogenaamd 14-puntenplan waarmee de wereldvrede gegarandeerd moet worden. En we zullen eens even naar de belangrijkste punten gaan kijken. Ten eerste moet er een zogenaamd internationaal rechtssysteem komen waaraan alle landen actief moesten meewerken. Een tweede punt dat Wilson heel belangrijk vindt, is het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. En met zelfbeschikkingsrecht wordt bedoeld dat volkeren het recht hebben op een eigen staat. Als ieder volk gewoon zijn eigen staat zou hebben, dan zouden er geen opstanden meer in landen uitbreken en dan zou de kans op oorlog een stuk kleiner worden, dacht Wilson. Daarnaast vond hij dat dat middel oorlog gewoon niet meer gebruikt moest worden als landen met elkaar in conflict kwamen, zeker als het ging om territoriale conflict, als er dus ruzie waren tussen landen over bepaalde stukken grondgebied. Nee, dat moest via de diplomatie worden opgelost, daar moest niet over gevochten worden, daar moest over gesproken worden. En daarom was het ook belangrijk, vond Wilson, en dat was het belangrijkste punt misschien wel van die 14 punten, dat er een volkenbond werd opgericht. En die volkenbond die zou de hoofdrol moeten spelen bij het handhaven van de vrede en de internationale rechtsorde. En alle lidstaten moesten elkaars onafhankelijkheid en ook elkaars gebieden, elkaars landgrenzen erkennen. En als er dan toch conflicten waren, dan moest het oordeel van de volkenbond de doorslag geven. Nou ja, dit zijn natuurlijk hele mooie uitgangspunten. Die volkenbond die komt er uiteindelijk ook, maar het raar is dat de Verenigde Staten er uiteindelijk zelf geen lid van worden. Hoe komt dat? Nou ja, die volkenbond was dus een samenwerking van landen om de internationale rechtsorde te handhaven. Dat was het uitgangspunt. Wilson vond dat een prima uitgangspunt, maar het congres in die tijd was het er niet mee eens. En dat congres bestond voornamelijk uit republikeinen. En zij zagen dit plan van die volkenbond niet zitten. Zij vonden dat niet. Waarom niet? Nou, aan de ene kant dachten zij dat de Amerikanen te veel van hun eigen soevereiniteit op moesten geven, dat ze hun eigen macht een beetje op moesten geven ten koste van die volkenbond. De meerderheid van het congres vond dat de Amerikanen zelf moesten beslissen wanneer ze wel of niet in wilden grijpen bij een conflict. En dat wilden ze niet voor hen beslist laten worden door die volkenbond. En daarom zagen zij die volkenbond dus als een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit. En daarnaast zeiden veel leden van het congres ook dat de Amerikanen zich sowieso niet zoveel meer op het buitenland moesten gaan richten, maar dat ze zich beter op hun eigen land konden gaan richten. Het herstel van oude waarden in de Amerikaanse samenleving, dat moest voorop staan, want dat was een beetje in het gedrang geraakt, vonden veel van die republikeinse congresleden. Nou, wat zijn dat dan voor die oude Amerikaanse waarden? Bijvoorbeeld die zelfredzaamheid. Mensen moesten voor zichzelf en voor hun familie leren opkomen. En een tweede waarde die heel belangrijk was, is bijvoorbeeld de gemeenschapszin. Er moest echt weer een wij-gevoel ontstaan in de verschillende wijken en in de verschillende dorpen en steden en dergelijke. Nou ja, dat soort zaken die waren veel belangrijker. De Amerikaanse regering had volgens het congres al genoeg aan het hoofd met alleen de zaken die in het binnenland speelden. En daarom dus moest men zich niet zoveel met het buitenland bemoeien. En dan zie je dus ook dat vanaf 1919 er weer een duidelijke politiek van isolationisme komt. En deze print die verbeeldt dat heel duidelijk. Het schip staat voor de Verenigde Staten en dat schip lijkt hier een nieuw pad in te slaan. Een pad waarin er allerlei ijsbergen dreigen om het schip te laten zinken. Zoals bijvoorbeeld op de achterste ijsberg de League of Nations, de Volkenbond. Nou, dat is de koers die de Amerikanen aan het opgaan waren volgens de tekenaar van die print. En daarom schrijft hij eronder, better keep to the old channel. Oftewel, beter hadden we de oude koers aan kunnen houden. We moeten ons niet zoveel met het buitenland bemoeien, want dat kan uiteindelijk alleen maar slecht aflopen voor Amerika. Net zoals dat dit schip alleen maar zou kunnen zinken van die ijsbergen. En dat beleid van het isolationisme, dat wordt opgepakt door de opvolgers van Wilson, die allemaal republikein zijn. En we hebben al deze presidenten al voorbij zien komen.
Harding, Coolidge en Hoover. Dit zijn de presidenten van de jaren 20 en zij gaan dus die praktijk van het isolationisme vormgeven. En zij besloten alleen in te grijpen in het buitenland bij een bedreiging van Amerikaanse economische en of politieke belangen. En anders zouden de Verenigde Staten zich volgens hen niet gaan bemoeien met wat er in de rest van de wereld gebeurde. Op economisch gebied, ten opzichte van de buitenlandse economie, zien we een heel sterke politiek van protectionisme. Er waren natuurlijk allerlei buitenlandse bedrijven die graag hun producten aan Amerikanen verkochten. Daar woonden immers veel mensen, daar was heel veel geld te verdienen, maar tot twee keer toe werden de invoerrechten voor buitenlandse producten verhoogd. Er werd dus een soort tariefmuur opgeworpen, waardoor buitenlandse producten voor Amerikaanse consumenten heel erg duur werden. En dat werd natuurlijk gedaan alleen maar om de eigen economie te beschermen en om de eigen industrie uit te laten breiden. En ook hier zie je dus dat de Amerikanen zich eigenlijk een beetje afsluiten van de wereld. Maar goed, een volledige terugkeer naar het isolationisme, zoals ze dat ook voor de Eerste Wereldoorlog hadden geprobeerd, dat was niet mogelijk, want daarvoor waren ondertussen de politieke en de economische belangen van de Verenigde Staten in de rest van de wereld simpelweg gewoon te groot. En daarom werden internationale afspraken alleen nog maar vanuit strategisch oogpunt aangegaan, en hieronder daar even twee voorbeelden van. Aan de ene kant hadden we al gezien dat er al in die tijd van het moderne imperialisme een soort open door policy werd geclaimd door de Verenigde Staten. De Chinese markt moest voor iedereen open zijn, niet alleen voor Japan en een aantal andere machtige westerse landen. En daar bleven de Amerikanen voor strijden. Ook toen de Japanners stiekem een steeds grotere invloed in China kregen door bijvoorbeeld Mandsjoerije in te nemen. Toen was het wel zo dat de Amerikanen daar niet militair durfden in te grijpen, ze lieten Japan hun gang gaan. Een ander voorbeeld van bemoeienis met buitenland vinden we in Europa. De Verenigde Staten gaan financiële hulp geven aan Duitsland in het midden van de jaren 20. En dat is raar, want tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden zij nog met Duitsland gevochten. Hoe zat dat dan precies? Nou ja, de Amerikanen hadden de Engelsen en de Fransen ook heel erg gesteund tijdens de Eerste Wereldoorlog. En die hadden gigantisch veel geld uitgeleend aan die Fransen en aan die Engelsen. Zo'n 2,6 miljard dollar. Die twee landen hadden dus een grote schuld bij de Amerikanen die ze moesten terugbetalen. Maar die landen lagen door de oorlog zelf ook in puin. En zij zeiden, ja, we kunnen het nu niet terugbetalen, we hebben het geld niet. In de Vrede van Versailles is afgesproken dat Duitsland ons herstelbetalingen moet doen. Maar ja, zolang zij dat niet doen, dan kunnen wij jullie Amerikanen ook niet terugbetalen. En die herstelbetalingen die bedroegen zo'n 2 miljard. Dus ja, dan kun je wel voorstellen dat die Engelsen en die Fransen daar toch een groot gedeelte van hun schuld mee af konden betalen bij de Amerikanen. Maar ja, de Duitse economie die lag helemaal op zijn gat. En die kon ook niet opkrabbelen na die Eerste Wereldoorlog. En toen besloten de Amerikanen, middels het Dawes-plan, om dan geld te lenen aan de Duitsers, zo'n 2,5 miljard dollar, om de Duitse economie weer aan het draaien te krijgen. Nou, dat plan werkte gigantisch goed, want de Duitse economie begon in de tweede helft van de jaren 20 ook weer goed te draaien. Daardoor konden die Duitsers hun herstelbetalingen afbetalen aan de Fransen en de Engelsen en die konden weer hun schulden afbetalen aan de Amerikanen. En zo zie je dat de Amerikanen zich dus wel degelijk met het buitenland bemoeiden, als het maar in hun eigen belang was. En dat zien we ook terug in een gebied waar we al eerder naar gekeken hebben, Latijns-Amerika. Hierbij was die Monroe-doctrine van belang, die we ook al eerder gezien hebben. Latijns-Amerika kwam steeds meer onder de exclusieve invloedssfeer van de Verenigde Staten. De Amerikanen beschouwden dat echt als hun eigen achtertuin en er moesten andere westerse landen, of Japan of iets dergelijks, moesten zich daar niet mee gaan bemoeien. Maar de Amerikanen gingen wel anders tegen hun rol in Latijns-Amerika aankijken, mede omdat men terug wilde keren naar dat isolationisme. Van die militaire acties die we hier op dit kaartje zien, waar we in het vorige hoofdstuk ook al naar gekeken hebben, ja, daar moesten de meeste Amerikanen niets meer van hebben. Maar toch breiden ze wel degelijk hun invloed uit, maar dan vooral op economisch gebied. Op economisch gebied kwam er een toenemende Amerikaanse invloed in verschillende landen van Latijns-Amerika. Daar hielden Amerikaanse ambtenaren toezicht op de financiën van verschillende regeringen. En eigenlijk ontstond er dus een soort imperialistische economische politiek. De Amerikanen probeerden de economieën van verschillende landen in Latijns-Amerika te controleren. In politiek opzicht veranderde dus veel. Er kwam dus minder militaire invloed vanwege dat isolationisme. En er werd alleen nog ingegrepen wanneer economische belangen in gevaar kwamen voor de Amerikanen. Nou, dit gold vooral in de jaren 20. Maar uiteindelijk breekt die grote depressie uit. En wordt Roosevelt de nieuwe president. Hij is een democraat. Hij kijkt dus misschien anders aan tegen dit beleid dan zijn republikeinse voorgangers.
Nou, Roosevelt die ontwikkelde ook een nieuw beleid voor Latijns-Amerika, zogenaamde Good Neighbor Policy, het goede buurbeleid. De Amerikanen moesten beter op gaan trekken met hun zuiderburen. En hoe deden ze dat dan? Nou ja, in politiek opzicht moesten er eigenlijk gewoon geen militaire acties meer komen. Dat was mede vanwege de economische crisis nu helemaal impopulair geworden, daar wilde die niets van hebben. En daarnaast vond hij ook dat er gewoon meer eenheid moest komen tussen de landen op het westelijk halfrond. De landen van Noord, Midden- en Zuid-Amerika moesten meer samen gaan werken. En die Good Neighbor Policy had ook een economische component. Er moest een nog nauwere economische samenwerking komen. En daarvoor gaven de Amerikanen leningen aan verschillende landen die het wat zwaarder hadden op dat moment. Maar met Europa bemoeide Roosevelt zich nauwelijks. Dus in die zin was er nog wel degelijk sprake van isolationisme.